Het coronavirus zorgt voor enorm veel lijden en enorm veel problemen. Er zijn heel veel problemen in ons leven. Er zijn problemen die we kunnen oplossen, er zijn problemen die we niet kunnen veranderen, die we niet kunnen oplossen. Over de problemen die we kunnen veranderen ga ik het niet hebben, want die lossen we op, die veranderen we. Het zijn de problemen die we niet kunnen veranderen, waarvan we denken dat ze ons ongelukkig maken, of dat ze ons doen lijden, of dat ze ons pijn geven. De realiteit is echter anders. Het zijn niet die problemen die we niet kunnen veranderen die ons ongelukkig maken, maar het is de manier waarop we ermee omgaan. Hetzelfde geldt voor corona. Het coronavirus is voorlopig iets wat we niet kunnen veranderen, of toch maar gedeeltelijk. En vaak is ook zelf veranderen. Zelf veranderen geeft altijd het grootste resultaat. Ook in tijden van corona. Als je ziet, als je verantwoordelijkheid neemt, als je die afstand respecteert, als je handen wast, als je mondmaskers draagt. Kijk maar naar Taiwan. Daar zijn heel weinig slachtoffers. Dan zie je dat dat het beste effect geeft om zo min mogelijk lijden of toch om zo min mogelijk problemen te hebben. Maar het is belangrijk om bewust te blijven dat er altijd problemen zullen zijn die we niet kunnen veranderen. Als we verwachten dat er geen enkel probleem is dat we niet kunnen oplossen, dan is dat iets onrealistisch wat ons op een dag enorm ongelukkig zal maken. Denk maar aan een burn-out of nog veel erger. Het is heel belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en om datgene wat we kunnen veranderen te veranderen en om datgene wat we niet kunnen veranderen te aanvaarden. Als we dat doen, dan wordt elk probleem in ons leven een leraar. En hoe groter dat probleem is, hoe groter de leraar als we er op de juiste manier mee omgaan.